Boudy Wiegers. Grondlegger van de consent met alle hoofdletters. Mag je daar nog even uitleggen wat het is natuurlijk? Je bent de Socratisch expert. Sociocratisch. Ja, heb je het al, Sociocratisch gaat daar en je werkt ook op een democratische school. Soest was het? Mijn kinderen zitten daar op school. Oh, jouw kinderen. Ja. Aan jou, ja, presentatie. Nee, dat klopt. Wie van jullie denkt dat om werk te laten werken in de toekomst, we gebruik moeten maken van elk individu? En wie van jullie denkt dat daar gelijkwaardigheid een heel grote rol in zou kunnen spelen? Oké, fijn dat jullie hier allemaal gekomen zijn om mee te denken over werken aan werk en ook hoe we naar de toekomst kunnen kijken. Mijn naam is Boudy Wiegers en ik ga jullie iets vertellen over sociocratie, over gelijkwaardigheid. Ook vooral hoe, zeg maar, door met sociocratie te gaan werken, het verschil gemaakt kan worden in samenwerken. Dus dat is voor mij eigenlijk op basis van gelijkwaardigheid. In 2003 kwam ik in aanraking met de sociocratie. Ik bezocht een pas geopende democratische school in Soest. En daar ontdekte ik dat in een groep mensen die bij elkaar kwamen, daar werd naar elkaar geluisterd. Niemand viel elkaar in de reden. Iedereen kon zijn zin afmaken en kreeg alle aandacht die je bij zijn nodig had. En dat was een heerlijke ervaring en dat gekoppeld aan het democratisch onderwijs wat daar werd vormgegeven, maakte dat ik mij, voor mij voelde dat ik thuis kwam in een setting waar we naar elkaar geluisterd werd. Ik was zo geraakt dat ik besloot om zelf een democratische school te starten in het noorden van het land en om met sociocratie te gaan werken. Vanuit eigenlijk het ervaring opdoen in de praktijk, want we kwamen bij elkaar regelmatig en we hadden het over oefenen. Het was heel erg vanuit de praktijk, eerst binnen de groep van democratisch onderwijs, op mijn eigen school. Ik ben het ook in het gezin gaan toepassen. In het gezin gingen we naar elkaar luisteren. In het gezin bleek dat alle onderwerpen aan de orde konden komen waar we het over wilden hebben. En dat ging over bedtijden van kinderen, dat ging over hoe laat we gingen eten, dat ging over waar we naartoe gaan op vakantie, dat gaat over waar we wonen, of we gaan verhuizen, naar welke school de kinderen gaan. Alle onderwerpen konden op tafel komen. Dat werkte ook zo op school. Op een democratische school is er een schoolkring en iedereen die lid was van de schoolkring kon een motie schrijven om een onderwerp aan de orde te stellen. Nou, dat is geweldig wat je dan ontdekt, omdat kinderen zich echt gezien en gehoord voelen en ook mee mogen besluiten. Want dat is ook waar sociocratie over gaat. Nou, ik ben daar verder in gaan ontwikkelen en ontdekte dat ook bij heel veel bedrijven behoefte was om gebruik te maken van de input van alle kwaliteiten die aanwezig zijn. En niet meer vanuit de oude structuur van iemand zit er al heel lang, dus die zal het wel weten, maar juist door gebruik te maken van het groentje dat net binnenkomt, of van degene die alleen maar part-time aanwezig is, maar om gebruik te maken van ieders kwaliteit. Omdat elk mens is heel erg verschillend, maar elk mens heeft wel zijn eigen kwaliteiten. Zoals ik al net zei, ik ben begonnen in de praktijk oefenen te oefenen en op een gegeven moment dacht ik, ik wil gewoon de theorie erachter snappen. Dus ik ben opleidingen gaan volgen in sociocratie. Ik heb hem geschoold en ben op een gegeven moment zelf scholingsdeskundige geworden. Dat is wat ik nu ook doe. Ik geef trainingen in sociocratie. Maar ik wilde nog meer, want er was gewoon nog meer. En toen heb ik de consentmethode ontwikkeld. Nou, net Erna zei van de consentmethode met hoofdletters, dat zal er ergens voor staan. Dat staat er ergens voor. Dus dat wil ik graag even aan jullie melden. Consent is een term die wordt gebruikt binnen de sociocratie. En consent is als er een voorstel gedaan is in een kring, wordt aan ieder individu gevraagd of je consent kunt gaan. En nou is het heel grappig, je kunt nee zeggen, maar dat is niet genoeg, want dan is het een veto.
Wat wordt er dus gevraagd binnen de sociocratie als je niet consent gaat? Wat is je overwegend beargumenteerd bezwaar? En dat is een heel ander gevoel. Want consent is niet hetzelfde als consensus. Want consensus, dan ben je het ermee eens. En consent betekent ik heb geen bezwaar. Kun je dat verschil voelen? Ik had van de week, mijn dochter kwam thuis met een verhaal dat ze op fysiekamp met school wilde. Ze wilde fietsen van België naar Nederland. Ze wilde op volleybalkamp en ze wilde op zeilkamp. En het moest allemaal in anderhalve week plaatsvinden. Ze leek op haar moeite. Ja, dat heb je heel goed gezien. Ja. Die drie dingen had ze al toestemming voor. Met volleybal kwam het tussendoor. En toen zei ze van, mag ik ook op volleybalkamp? Zei ik van, dat weet ik eigenlijk nog niet. En als je nu een antwoord wilt, dan is het nee, maar ik wil er even over nadenken. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik breng het in onze gezinskring. Ik ga het overleggen, ik wil daar meer gezichtspunten op hebben. Dus s'avonds bij het eten zei van, oké, dit is wat ik graag wil, wat vinden jullie ervan? En iedereen in het gezin zei, ja, moet ze zelf weten, ik heb er geen last van als ze moe is en boeiend. Ja, sta ik met mijn goede gedrag, want ik was bezorgd. Zo van, ja, ze wordt te moe, het is gewoon niet leuk, maar als je zoveel leuke dingen doet. Dus toen zei ze van, mag het? Zei ik van, tja, ik voel geen consent. Ik wil eigenlijk, wil ik het niet. Ik vind het gewoon echt een slecht plan. Ik wil het niet. Zei ze, wat is dan je overwegende bezwaar? Toen zei ik van, Ik zeg, ik heb geen overwegende bezwaar. Ik zeg, dus ik ga nu consent. Ik ben consent gegaan. Vervolgens zegt ze, weet je dat ik eigenlijk nu heel boos op je ben? Zei ik, hoezo? Ja, zegt ze. Nou, kan ik dus niet naar mijn vriendinnen gaan en zeggen dat het niet van mijn ouders mag? Nou moet ik kiezen. Nou moet ik verantwoordelijkheid nemen voor de keuze die ik maak. Ik zeg, inderdaad. Dat is precies het doel dat ik wilde bereiken. Nou, dat even een klein stukje over het woord consent. Alleen ik heb daar een methode voor ontwikkeld. En de letters die staan voor het volgende. De C van creation. Je begint met niets en je wilt naar iets. Je gaat iets creëren. Je komt met een voorstel, je denkt er zelf over na, misschien met meerdere mensen. Je gaat dus in beweging komen om iets in gang te gaan zetten. De O staat voor open mind. Als je in een bijeenkomst komt, en ik heb nu net een voorbeeld uit het gezin genoemd, maar dit kun je dus in op elke plek waar een groep op mensen samenwerkt, in bedrijven, in scholen, in instellingen, in gemeentes, werkgevers, je kunt het overal toepassen. De O van open mind is als je een bijeenkomst ingaat waarbij je al weet wat de uitkomst is, dan heb je geen open mind. Open mind is heel erg belangrijk om naar de creatie die iemand gemaakt heeft, om daar echt open naar te kunnen kijken. De N staat voor neutral. Terwijl neutraal. Heb in het begin geen mening. Luister naar wat de ander zegt. Ook al is het iets wat compleet haaks staat op wat je zelf vindt. Maar kijk eens of je echt kunt horen wat de ander zegt. Zonder er nog iets mee te doen. De S is van same value. Gelijkwaardig. Voor mij een van de kernwaarden van sociocratie. Als je... Er zit een heel groot verschil tussen gelijk en gelijkwaardig. Elk mens is in mijn optiek ongelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. We hebben allemaal een gelijke waarde. Dus iedereen is waardevol. Dus op basis daarvan nemen we ook besluiten. De E staat voor enrichment. Verrijking. Want er is een voorstel gekomen, iedereen heeft er met een open mind naar gekeken, je hebt goed naar elkaar geluisterd, met een neutrale aandacht, basis van gelijkwaardigheid en er is zoveel input gekomen, zoveel rijkdom ontstaan, dus enrichment. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je nieuwe insights, de N. Nieuwe inzichten, want je hoort nieuwe dingen omdat je echt geluisterd hebt en je maakt dus met z'n allen een voorstel wat één persoon of twee personen maakt. Iedereen doet daar een bouwsteentje aan mee. Iedereen helpt om het rijker te maken, om het mooier te maken. En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Dan kom je bij de T en dan heb je de treasure, de schat gevonden. Met z'n allen bouw je aan iets en daar geef je consent aan. Iedereen
geef consent en geef daarmee geen overwegend of argumenteer bezwaar. Wat heeft dit nou voor relatie met werk? Nou, ik hoor net wat negatieve geluiden over dat het moeilijk zal zijn en slecht gaat. Ik vind het fantastisch gaan met de maatschappij. Ik ben heel blij met de crisis. Want de crisis biedt mij allemaal nieuwe mogelijkheden. Ik mag namelijk weer zelf verantwoordelijkheid gaan nemen. En ik kan mijn ondernemerschap kan ik op poten zetten. Ik ben niet zo bang voor dat het niet goed gaat. Want ik ben degene die de verandering in gang aan het zetten is. En als iedereen daar gewoon weer meedoet, dan moet je kijken wat een feestje wordt. Dus laten we eens kijken vanuit de mogelijkheid om te creëren van wat er allemaal voor prachtigs is. En gebruik maken van de dingen die we prettig vinden en de dingen die we niet meer willen laten vallen, zoals het onderwijssysteem. Jacqueline zal daar zo meteen weer wat meer over vertellen, dus ik vertel daar niet zo heel veel over. Ik ben erg betrokken bij democratisch onderwijs, maar dat laat ik even aan jou. Dus ik ben daar niet zo bang voor. De flexibiliteit van mensen, de verandering. Wat kinderen en mensen moeten leren is dat de maatschappij zo snel verandert dat ze vragen moeten kunnen blijven stellen. Dat is wat ik graag wil leren aan jullie. Mijn 10 minuten is gegaan. Mijn stellingtafelonderwerp. Volgens mij klopt het niet helemaal, maar... De vraag die ik zo meteen op tafel wil leggen is: hoe kunnen we de input van elk uniek individu op basis van gelijkwaardigheid gebruiken om in de toekomst werk te laten werken? Dat is over nagedacht, toch? Ja, dus hij weet zo meteen. Ja, ik zou vragen waar je ook al die wel pakt in het lezen. We moeten nagaan denken, dat is mijn probleem. En die antwoord van die laatste en van consent en die nieuwe inzichten, daar gaan we meer voor mij betreft.